Spreek ik met Hans? André, ik ben Bilo. Oh, Bilo. Hey, Bilo. Hey. Wat gaan we doen? Wat we gaan doen? Ja, we gaan doen Ramadan. Oh, hoe weet jij dat dat... Het is morgen Ramadan. Ga je ook meedoen aan de Ramadan? Ja. Ja, maar je mag niet eten, je mag niet drinken, hè? Ja. Ah. Hoi, nee. Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Heel echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. Heel wegen door, woi woi. Brian Floor. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer, mensen. Vandaag gaan wij Bilo ophalen. En we gaan even uittesten of Bilo het voor elkaar kan krijgen om één dag te vasten. Dus houd maar één dagje. Van de 30, of 31 of 29, ik weet niet precies. Maar in ieder geval gaan we testen hoe lang hij het volhoudt zonder te eten, zonder te drinken. En natuurlijk doen we dat gewoon verantwoord. Dus als hij wil gaan eten, gaat hij eten. Het is gewoon meer dat we het als test gaan uitvoeren. En uiteraard is hij volledig vrijgesteld. Dus vanuit islam is het zo dat hij absoluut niet verplicht is om te vasten. Dus wat dat betreft heeft het gewoon hartstikke chill, hartstikke relaxed. Hij hoeft niet door te maken wat wij doormaken. Dus dit soort... dingen en zo. hoeft Bilo niet te gebruiken. Laat dat maar aan de vasters over. Maar goed, dat is alleen voor een goed doel, toch? In ieder geval, als je deze video hebt gezien, delen, liken, alsjeblieft abonneer. Show een beetje liefde. En nogmaals, we gaan richting 10k. Dus hopelijk helpen jullie ons om naar next level te gaan. Voor de rest hoop ik dat jullie een top video gaan vinden. En zoals we altijd zeggen, alleen maar liefde. Dus ga met ons mee. Arrivederci. Heb je dorst? Dat mag niet, hè? We gaan niet eten, niet drinken, jongen. Nee. Hij begint hem al te voelen, hoor, mensen. Ja, we mogen geen pizza. Geen patat. Geen salami. Kijk, die hamburger, als je zo gaat eten... Zo, en dan met die sla en die saus, je gaat hier zo zitten, zo. En dan doe je dat. En dan met die lekker die vlees tussen. En dan die, je weet toch, hij is een beetje doorgepakt, maar ook weer niet te veel. Hou je het nog vol? Nee? Wil je gaan eten? Hè? Nee, helaas. Nou, Bilal, gaan we doen? Kleren ophalen. Wat? Ga je planten opeten? Heb je zo'n honger? Ga maar eten. Hè? Huh? Nee, joh, gek. Nee, joh, gekkie. Het is niet zo gek. Hè? Huh? Ja, we hebben trek. Nou, we hebben hier een fan, dames en heren. Doe maar liefde teken, Bilal. Kijk mij maar aan. Goed zo. We gaan bij jou. We gaan voetballen. Ik wil niet gaan voetballen. Hij probeert vandaag mee te doen met Ramadan. Maar hij heeft een beetje zwaar. Hé, Bilo? Heb je een beetje honger of niet? Hè? Wat gaan we halen, Bilo? We gaan even onze kleding halen. Ja, ja, mensen. Alles goed? Goed hoor. We gaan even kijken of Bilo wat even gaat eten hier. Bilo. Kijk, is dit lekker? Ja. Hè? Is dat lekker? Ja. Nee, joh, gekkie. Jawel. Nee, ja, leg maar neer. Nee. Hey, dat kan niet. Hey. Oh, kijk eens, Bilal. Lekkere meloenen. Kijk eens. 1 kilo meloenen voor Bilal. Nee, gelukkig. Laat hem even kopen. Ja, ik weet het. Hij heeft geen geld. Hij wil alles gratis meenemen. Nee, help, hè. Nee, joh, nee. Ja, leg maar terug. Ja, mensen, jullie zien Bilal, die is een beetje... Ja. Hey. Ja, vriend. Ben je moe? Heb je honger? Heb je dorst? Ja.
Dus tijdens de Ramadan dan gaan mensen ineens allerlei dingen doen. Ze slapen, meest jongeren slapen echt tot heel laat. Heel vroeg, het is maar hoe je het wil bekijken. En dan de hele dag doorslapen. Ik wil zelf het liefst gewoon, ja, redelijk vroeg wakker worden. Net als vandaag heb ik wel wat, eerlijk gezegd, van uit te slapen. Omdat de hele week was best wel, even pittig. We gaan nu even de auto wassen, of niet, Bilo? Uh-huh. Ja? Nou, we gaan kijken, mensen. Tot zo. Help! Help allemaal! Help, zeg ik! Help nou! Hallo! Allemaal magisch, wat gebeurt hier allemaal? Wow. Oh jee! Oh jee! Nou mensen, we gaan door de car wash heen en we gaan hem schoonmaken. Zarats! Hoi! Alles goed jongen? Ja. Bilal. We gaan hier. We gaan lekker vlees halen, vriend. Goeiedag, chef. Live hier zo bij Mabroek, mensen. Alles goed? Hoe leg? Zo, hé, even serieus. Druk. Kom maar door. Nee, het gaat weer. Kidesje, ja. De best, leuk werkweek. Ja, hoe die? Ja. Alles goed met je? Ja, prima. Alhamdulillah. Sama. Sama. Hey! 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 Wat? Je hebt er allemaal gegeten. Je hebt er allemaal gegeten. Wat voor vlees gaan we halen? Wow, joh, het is lekker. Hey. Nee, grappen maken, dat kan niet zomaar, hè. Mag ik eten? Nee. Hij heeft Ramadan. Hij mag niet eten vandaag. Nee. Ja. Hey, ik heb bewijs. Hij heeft gegeten. Ja? Ja, kijk hier. Hij zit tussen standen, vriend. Kijk hier, Tom. Nee, niks. Ja, ik zie tussen standen. Huh? Wat is dat? Helemaal. Nee. Ik ben helemaal huis. Ja? Alsjeblieft. Nee joh, gekkie. We hebben Ramadan. Kan toch niet? Nee joh, gekkie. Hey. Nee, kan niet. Nee. Joh. Kun je snijden voor je bilet? Dat was het? Ja, dat was het. Nee, we hebben Ramadan. Nee. We mogen niet eten, niet drinken. Ja, wel. Moet je in de gaten houden. Ja, is toch niet normaal? Als je de halve zaak opgegeten hier. Ja. Ja. Mensen gaan even testen of Bilo. Hey, we hebben Ramadan. Hey, we hebben Ramadan. Zo. Wat zeg je dan? Ja, waar ik geloof ik. Alleen hoor ik, lacht ik. Slam maar. Ja. Maar eerlijk, als je al die eten zo voorbij ziet komen, krijg je dan geen trek. Hè? Echt? Ja, vriend. Hij staat er gewoon. Deze man, ik heb hem zwaar betrapt. Doe zo. Hier tussen tanden, kijk. Kan toch niet? Ja, goed. Ja, wat is er in? Ik zeg eerlijk, jullie. Die is voor jou, hè? Jullie verwennen me wel, hè? Ja, hoort erbij. Hè? Ja, zeg ik eerlijk, gruwelijk. Hoor je die? Ja. Alsjeblieft. Ja, Bilo. Hé, wat is het? Hé, dankjewel, hè? Ramadan, zegt hij. Man, wat een Ramadan. Nou, even serieus. Hebben we hem nou heterdaad betrapt of niet? Heeft hij nou gegeten of niet? Oh jee. Hey. Kom, we gaan heen.
Nee, nee, kom. Kom. Zo. Je hebt niet echt rammel dan, vriend, aan die spring te zien. Hey. Hey, wat is dat? Hey. Kan niet, vriend. Hallo. Hey. Hey. Je hebt Ramadan. Je hebt Ramadan. Hè? Is makkelijk. Kan toch niet? Ja, die laatste is voor me. Hey. Hey. Let op. Ik maak met jou afspraak. Vanaf nu alleen maar Ramadan. Je mag niet meer eten. Oké? Okay? Niet drinken, niet eten. Afgesproken? Niet eten, niet drinken. Vanaf nu. Afgesproken? High five. Jullie zijn er live bij, hè? Kijk. Hier. Hij mag niet eten meer, niet drinken meer. Wat ben je allemaal doen? Hè? Nee joh, je ruikt al lekker. Nee joh, ruikt al lekker, man. Kijk hè. Zo, Milo. Oh, oh. Heb je een geurtje op? Nee. Oké, we zitten hier bij de Action. Ik ging even een geurtje halen voor de auto. Maar we hebben hier een boef te pakken. Hey vriend, wat is dat? Kom. Kom. Hey. Kom. Milo. Milo. Kom, hey. Kom. Kom. Sorry. Milo, stop, 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 stop. Milo. Stop. Even serieus, ziet deze man eruit alsof hij aan het vasten is? Hè? Uh-huh. Hij maakt je wel echt moe. We hebben nog hoeveel uurtjes te gaan? 1, 2, 3, 4,5 uur. 4,5 uur. Strijden. Allahumma ya baba. Ya pasoe ya baba. Allahumma ya baba. Ya pasoe ja baba. Oké, okay, maar wacht, wacht, wacht. Dan gaan wij een afspraak maken. Kijk. Dan moet jij met mij meedoen, oké? Okay? 3, 2, 1. A'udhu billahi minash. Ja, grap ik jou. Dit is toch mooi? Allah, Allah, ja, mama. Hey, we gaan in de moskee gaan we bidden. Bidden. Ja. En bidden is alleen voor echte. Echte man. يا عمري اللي راحت أحلام هوام إن كان ما ضمت يمينك إيميني يا وجدي إن هبت دعاذي على انسام من عضة شفتي وفركات يديني Nee, nee joh. Kom, het zijn niet onze schoenen joh. Zaan. Dag eens terug. Nee, doe maar even uit. De. Pak even je goede schoenen. Zo vriend, hoe was het? Hoe was de moskee? Ja. Hè? Ja. Was het goed of niet? Ja. Man, 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 jij bent ook een koekenbakker hoor jij. 1, 2, nog 2,5 uur. Nee. Ja. Geen eten, geen drinken. Nou. Ja vriend. Dus geen eten voor Bilal. Nou. Geen drinken voor Bilal. Nou. Het is Ramadan. Hé, hey, Ramadan mag je niet. Ik wil maar eten. En niet. Ja. Je. Dat is toch een weddenschap, vriend? Hè?
Jongen. Nog 2,5 uur, mensen. Nog 2,5 uur. Oh. Nee, joh, ik hoef Khadija niet te zien. Ja, maar... Ga weg. Nee. Wat? Een grapje. Nou, we gaan. Stop. Okay. Zo. Stop. Is een grapje, die man. Gaan we neerzetten de auto? Of ga je naar Khadija? Khadija. Wat? Hallo. Weg is die Khadija. Nou, nog 2,5 uur. Gaat niet goed meer. Een beetje chagrijnig. Gaat niet goed met die gozer. Nee. Nee. Wat is dat nou? Ramadan. Hè? Is Ramadan. Geef terug. Man. Geef terug. Man. Is Ramadan. Man. Is Ramadan afgelopen? Hè? Het is een hete daadje, vriend. Ja. Kijk hem eens gaan. Zo, alsof zijn leven van afhangt. Ja, dit is mijn vader, jongens. Heb je honger? Oh. Heb je honger? Nee. Geen honger? Nee. Geen dorst? Nee. Dus jij kan nu nog zo doorgaan. Honger, weet je, dorst niet. Dorst niet? Maar eet je altijd veel met Maghreb? Ja. Beetje. Ik probeer een beetje minder, maar ik kan het. Gaat alles erin? Alles. Strijden. En zo naar jou. Jawel, dat zijn ze weer. Jawel, mensen. Nou, jullie zien het. Bilal heeft het niet volgehouden. Geen Ramadan vandaag. En nee, maar zonder dolle. Bilal die heeft gewoon een voorlopige of geheel vrijstelling. Wacht, wat ben je aan het doen, jongen? Hè? Bilal heeft gewoon vrijstelling, die hoeft geen Ramadan te houden. Dus wat dat betreft is die vrijheid. In ieder geval mensen, wij hopen dat jullie hebben genoten. Vergeet niet vooral te abonneren, te delen, te liken. En Bilal, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd... Alleen maar liefde, why, alleen maar liefde, why. Yo, het Ibrahim, why. Yo, het Bilal, yo, het Ibrahim, why. Yo, het Bilal, yo, het Ibrahim, why. Yo, echte mannen, why. Positiviteit, why. Activiteit, why. Negativiteit, why. Geen tijd voor, why. In wegen door, why. Brain flow.